Jocht, als eerste van harte gefeliciteerd met je eerste profcontract. Hoe trots ben je op dit moment? Ja, heel erg. Dankjewel. Ten eerste. Ja, gewoon heel trots. Het is mijn zesde seizoen bij de club. Ik zit al even bij het eerste en dan is dit een mooi moment. Je zit al 6 jaar bij de club en dan teken je bij. Hoe voelt dat om zo lang al bij de club betrokken te zijn? Ja, ik kom vanaf de amateurs, SV Valkenswaard. En dan kwam ik hier in de jeugd. Ik kon al aardig vlug aansluiten bij het eerste en dan... En vorig jaar heb je debuut gemaakt als Eindhoven tegen Excelsior. Toen was je eigenlijk de derde keeper. Dit jaar mocht je in de eerste wedstrijd alweer invallen, werd je eigenlijk tweede keeper. Wat is nou het verschil ten opzichte van vorig jaar en dit jaar voor jou? Ja, ik ben nog jong. Er zijn nog heel veel dingen om te leren. Ik merk wel dat ik in een stijgende lijn zit. Dus het verschil van in een jaar dat is aardig groot. Dat kan ook aardig groot zijn. Na de voorbereiding zat ik lekker in mijn vel en ik klaar om in te vallen tegen Volendam. En toen ging het goed. Ja, met Nigel Bertrams heb jij een hele ervaren doelman voorstaan met al ervaring in de Eredivisie natuurlijk. Hoe belangrijk is Nigel nou om jou te groeien als jonge doelman? Ja, ik leer natuurlijk superveel van Nigel. Dus elke dag zijn we volle bak aan het trainen, ook met Hans, als keeperstrainer. Ja, dan kan het vlug gaan, dan groei je snel. En super fijn. Super fijne groep hebben. En hoe zie je de komende jaren bij FC Eindhoven nou voor je nu hebt bijgetekend? Ja, ik hoop meer minuten te maken dan natuurlijk in de loop van de tijd. En te laten zien aan de wereld dat ik kan staan. Ja, dan wordt nou een klein feestje gevierd thuis. Met familie en vrienden? Ja, ik denk dat we vanavond af gaan halen. Maar daar moet ik even met mama overleggen. Feest tegen. Dankjewel.